Groei van Zorgeloos is 3 jaar op rij bekroond met een FD Gazelle Award. Vandaag spreek ik met Sander de Loo over zijn groeisucces en alle uitdagingen die erbij komen kijken. Hi Sander. Hey, goedemiddag, welkom bij Zorgeloos. Sander, kun je me wat vertellen over het ontstaan van Zorgeloos? Ja, Zorgeloos is in 2006 opgericht vanuit de duidelijke overtuiging om het anders te doen dan dat het gebeurde. Persoonlijker, vriendelijker, klantgerichter. Daar zijn we heel succesvol in geworden. En in 2012 hebben we een scheidenpropositie ontwikkeld, Zorgeloos Scheiden. En daar maken we op dit moment grote positieve impact mee in Nederland. En wat doen jullie dan precies? Wij willen mensen weer onderweg helpen naar het zorgenvrije leven. Dat doen we op het gebied van scheiden. We hebben een hele mooie propositie ontwikkeld die mensen in staat stelt om op een overlegscheiding tot een goede afspraak te kunnen komen en waarin beide woonoplossingen geborgd zijn. Je bent al een tijdje onderweg. Door welke groeifase is Zorgeloos nou gegaan? Ja, heel veel. We zijn onwijs snel gegroeid. We zijn in 4 jaar gegroeid van 15 mensen naar 200. Dus je kan je voorstellen dat je stafafdelingen moet oprichten waar je er nooit van gehoord hebt. Dat je mensen aanneemt die na een tijdje tot de conclusie komen dat ze heel betrokken zijn, maar die dat werk toch niet zo heel goed kunnen als dat je van ze hoopt dat ze het doen. Daarna krijg je een enorm grote fase waarin cultuur een rol speelt. Dat je niet alleen heel veel voor de klanten moet doen, maar ook voor je medewerkers. Klanttevredenheid, maar ook medewerkerstevredenheid. Vervolgens kom je de fase uit waarin je met 200 man zit en je een eigenaar hebt die nog loopt te managen en die overal de gaten loopt dicht te lopen. Ja, want ik hoor cultuurproblematiek, ja. Medewerkerstevredenheid, ja. Leiderschap tonen. Ja. Dat zijn een aantal uitdagingen. Hoe ben je deze problemen nou te lijf gegaan? Nadat we eerst 4 konden neus hadden gestoten, ben ik lid geworden van NL Groeit. En het interessante daar was dat ik dingen hoorde die eigenlijk iedereen overkwam. Dus dat was prettig om te horen. En we zijn toen bij een aantal mentoren terechtgekomen. De eerste was Bas van der Veld van AFAS. En die heeft ons goed kunnen mentoren op het gebied van internal branding en medewerkerstevredenheid. We hebben heel veel dingen vandaan kunnen gebruiken om het te verbeteren. Zo zien we onder andere dat je kernwaarden en cultuur ook heel goed kan visualiseren. Dat hebben we op het hoofdkantoor bij AFAS ook heel mooi kunnen zien. En dat hier ook toegepast. Nou, hele mooie afbeeldingen, visualisaties, waarmee je toch elke dag weer mensen en dingen kan laten herinneren die belangrijk zijn. En in de volgende fase met leiderschap waar we nu in zitten, kwam ik in gesprek met Kees de Jong. En hij wist de vinger zo goed op de zere plek te leggen. Het voelde echt als thuiskomen als je hem hoort praten. Tot we hem bereid hebben gevonden om met ons sessies te doen op het gebied van aansturing en leiderschap. Om daar ook weer de volgende stappen te maken. Goed om te horen dat je met je uitdagingen zo omgaat met mentoren. Maar hoe ben je dan zo gegroeid? Nou, na onze oprichting hebben we uiteindelijk echt die klant centraal gesteld in een hele gave propositie. Daar hebben we 5 jaar op rij hebben daar een advieskantoor van het jaar award mee gewonnen. En toen we vanuit een ander probleem scheiden iets zagen waarvan we dachten van wauw, dit willen we oplossen. Toen hebben we een hele mooie scheidenpropositie bedacht en die hebben we 2 jaar lang volledig doorgetest en gedaan. En uiteindelijk ben ik op een blauwe maandag bij een grote bank naar binnen gelopen. Van joh, ik heb hier een probleem, maar ik heb ook de oplossing. En willen jullie die oplossing omarmen? En daar hebben ze ja tegen gezegd. En dat is uiteindelijk het sneeuwbaleffect geweest om vanuit een 2-tal filialen naar de huidige 70 filialen die we nu in Nederland te hebben en een 2e bank in Nederland die aangehaakt is bij onze zeer succesvolle scheidenpropositie. Je hebt al veel meegemaakt in 4 jaar tijd. Wat zou je nou andere groeiondernemers willen meegeven? De tip is fouten maken, maar wel proberen zo snel mogelijk van die fouten te leren en ook een aantal fouten proberen in te perken. Nou, dat doe je door snel te schakelen ook met NL Groeit, zodat je op het juiste moment de juiste hulp erbij kan halen. Ze hebben met Bas bijvoorbeeld onder andere gezien dat na het moment dat wij doorschakelden naar kernwaarden en mensen gingen selecteren vanuit kernwaarden in plaats vanuit een cv, werkhistorie, werkervaring, dat we veel meer de juiste mensen binnenhaalden. En op grond daarvan tot vele betere performance kwamen. Nou, de volgende stap is weer een flinke groei te realiseren. Zo starten er in januari weer 25 nieuwe mensen. En deze keer zijn het niet 25 mensen, maar zijn het de 25 juiste mensen. Dankjewel. Ja. Maar nog even tussen ons, wat is nou precies wat je nog meer van Bas had geleerd? Ja, Bas heeft een schitterende auditorium bij hen op het hoofdkantoor. Hij heeft hem ook laten zien dat je goed in personeel moet investeren. En nou, wij hebben iets anders bedacht en dat wil ik je graag laten zien. Ga je mee? Ja. NL Groeit is dé exclusieve club voor groeiondernemers die elkaar helpen groeien. Wil jij ook een mentor? Ga dan naar nlgroeit.nl en meld je aan.